even heel snel kijken, dan zien we niet zitten. Oh, Yvonne wordt gebeld. Oh nee! Zij is zo knuffelig. Voetbal Insight. Of een meegaan, een topa. Wat gaat het worden? Ik heb mijn oude roze pak aan en het kleurt heel mooi bij dit bankstel. Als je even heel snel kijkt, dan zien we niet zitten. We zijn op Indian Summer. En bij Indian Summer denk je altijd warm. Nou, dat klopt. Het is hier warm. Ik zit eigenlijk liever buiten. Maar ik zit niet buiten omdat het te warm is, want ik heb het eigenlijk nooit warm. Maar we zitten hier in een soort natuur. En de natuur en mijn neus gaat op een of andere manier niet samen. Nou is het hooikoortseizoen al bijna over. Alleen met die neus van mij snuif ik zo fucking veel pollen op, dat er altijd wel eentje tussen zit die irritant doet. Dus nou, daarvoor zit ik binnen. Maar we hebben er zin in. Nee, nu kan het zonder dat. Ik weet niet waarom. Dit heeft een functie. Ja, ik weet niet waarom, maar het ziet er wel leuk uit. Om ervoor te zorgen dat ik het optreden ook daadwerkelijk kan afmaken. Anders dan is het ik heb hem op de hazenstand. Ik vind toch wel wat hoor, hé. Ik moet eigenlijk ook nog even in discussie. Hey. Hey, ja. Ja, dit is wel een sexy beentje hoor, hé. Zo. It's backbite of the man. Oh, dat is oldschool, jongens. Heeft u deze nog? Vandaag. Ze hadden alle bandjes, stond er gewoon onze naam op. Dat vind ik leuk. Kijk. Leuk hè? Hoe was het? Indian Summer? Het was hartstikke leuk. Ja, we hadden een beetje... Is het heel donker of niet? Is het heel donker? Een beetje het urban idee. Ja, ja. Een beetje het gevoel dat het publiek stond net tussen, iets te jong was ofzo. Tussen Boef en Little Kleine stonden we. Ja. Maar we hebben toch met 2-0 gewonnen. Nou, mensen vonden het gelukkig toch leuk. Ja. Altijd weer een overwinning. En die rappers, dat is toch allemaal wel een gezellige boel eigenlijk, hè? Ja hoor. Dat vind ik ook altijd wel. Ik vind altijd met lekker veel aan gezelligheid. En champagne. Dat hebben wij niet, hè, champagne. Je moet ook nog rijden. Dat is waar. En nu gaan we naar richting Drachten. Naar het festival Siemerdijs. En daar spelen we om 11:30 vanavond. Als iedereen lekker dronken is al. Denk je niet? Ja. Zij is zo knuffelig. Mannen! Hey! Hey, mannen! Hey! Hey, hey mannen! Zimmerdijs, dat betekent zeker zomerdagen. Helemaal juist. Kijk eens. Wat Sammy, jij bent een goed in je taal, hè? Dit was gewoon een gokje. Maar ik heb een goede gokje. Dankjewel, het blijft een gokje. Dank u wel. Fucking goed, hè? Bye. Oh, Yvonne wordt gebeld. Oh nee! Is dat je nieuwe vriend? Is dat hem nou? Dat is hem nou. Leuk? Leuke vakantiefoto ook.
Het is vandaag woensdag. Het is vandaag woensdag. Woensdag! Ja, hakdag. We hebben al gewerkt. Ja? En, nou, ik wel. Ik weet niet wat jij hebt gedaan vanochtend. Ja, ik heb ook gewerkt. Niet hard. Niet te hard werken met het weer. En nu zitten we even lekker op het stoepje buiten. Natuurlijk de afgelopen weken hebben we heel veel berichtjes en vragen gekregen over voetbal Insight. Of een meegaan met Talpa, Veronica, of een niet meegaan. Maar wat gaat het worden? Wij weten het. It get on. Yay! It get on. Wees gerust mensen. We zijn er gewoon weer bij. Wel met een kleine verandering. Dit keer alleen gewoon de maandag. We gaan alleen de maandagen doen. We wilden het graag blijven doen, maar het schema van de afgelopen jaren brak mij eerlijk gezegd een klein beetje op. Het was niet meer vol te houden om bijna 7 dagen per week in de auto te zitten vanuit Middelburg. Want we doen natuurlijk niet alleen VI, dat doen we alleen op de maandag en op de vrijdag. Maar we deden ook theatertours. Daarnaast schrijf ik liedjes. Nou, daar kom je ook tijd voor tekort. Ja. We deden televisie en radio, promo als je een plaat hebt. De plaat moet gemaakt worden. We deden nog clubtours, we deden nog festivals. Het werd wat veel. Ja. Maar ik vond het ook zonde om, wij vonden het beide zonde om VI om dat te laten stoppen. En nou, Johan vond het geloof ik ook fijn als wij nog wat zouden doen. Ja. Dus we zijn eruit gekomen dat wij gewoon de maandag gaan doen. Dus iedereen kan weer rustig slapen. 10 augustus, dan zijn we er weer gewoon. Dat is wel een vrijdag, ja. Maar dat zal de eerste vrijdag zijn. Ja. Dus het is wel fijn dat je dan even alles kan goedzetten. Nou, het is vandaag dus vrijdag. En zoals je ziet zit Danny voetbal te kijken en het is super saai. Vanavond wordt wel leuk. België, Brazilië. Toch? Ja, het is nu Frankrijk, Uruguay. En ze hebben net gescoord met een hele of andere kutgoal van Griezmann. Iedereen zegt dat ik heel bruin ben. Ja, dat ben je ook. Zie je bijna niet. Mogelijk. We gaan de video afsluiten, want het is alweer vrijdag en morgen spelen we op Raadpop. Maar dat zien jullie volgende week. Bedankt voor het kijken. Duimpjes, abonneren, dat soort dingen. Tot volgende week.